Bij mezelf zitten zoeken zin en onzin van certificering. Even bij mezelf, maar even scherp weer. Certificering, vanaf juli 2017, voor functies, Esther help me, het graven en... Opgraven. Is een gegeven. Dus we gaan wat mij betreft vooral over, hoe ga je certificering zinvol maken? Dus het is zo lastig om het nog ter discussie te stellen en dergelijke. Het gaat er vooral om, we willen er iets mee, we gaan er iets mee doen. En hoe ga je het nou inkleuren, zodat je het gevoel hebt, hey, zo werkt het voor mij. Zo kan ik er toegevoegde waarde aan geven. Aan mijn, voor u rechts, Everhard Bulten. Everhard ja. Bulten, senior archeoloog bij de gemeente Den Haag. Ja. Gijsbert Schuur, projectleider Antea Groep. En Wienke Blomen, directeur van Hobion, certificerende instelling. Wat we gaan doen is een gesprek in drie ronden. Eén, ik ga in alle drie een aantal vragen stellen die erop gericht zijn kennis met hen te maken. Wie ben je, wat voor organisatie, hoe doe je het, et cetera. Probeer even mee te gaan in de zin van, oké, die context kan ik daarmee begrijpen. Oh, daar worstelt hij mee, et cetera. Daarna stel ik even de vraag, heeft u nog vragen om hen beter te leren kennen? Zo nee, dan gaan we naar de volgende ronde. Je bent ermee bezig. Je bent het aan het invoeren. Wat ben je aan het doen? Hoe doe je dat? Welke stappen? Welke afweging? En ook in een nieuwe rol, voor een nieuw veld en dergelijke. Wat zijn jullie aan het doen? En wat zou je hun ook meegeven? En dan ga ik ook even kijken in hoeverre ik jullie daar ook bij kan betrekken. In de zin van, oh, maar hij doet het al dus. Ik heb juist een heel andere keus gemaakt. Dat we ook van jullie horen hoe je ermee bezig bent. Of met welke vragen je zit. En die je nu bij uitstek aan links en rechts van mij zou willen stellen. Daarna, laatste ronde, korte ronde. Welke tips en aanbevelingen kunnen we hieruit halen? En ik hoop dat ik dit energieniveau gewoon bij mezelf en bij iedereen volhoud het komend uur. Dat is aldus aangepakt. Everhard, de gemeente Den Haag. Ja. Wat doe je daar? Ik ben werkzaam bij de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag. Wij hebben als gemeente Den Haag gekozen om zelf ook de uitvoering te doen. Dus we hebben een afdeling waar we enerzijds het bevoegd gezag zijn en een beleidsafdeling hebben. Dan hebben we ook een afdeling die de uitvoering doet. En ik ben het hoofd van dat team van archeologen. Dat zijn er ongeveer 8 à 9. En we doen eigenlijk alle onderzoeken vanaf bureauonderzoek tot en met opgraving in de gemeente Den Haag. Dus binnen de gemeentegrens. Dus in die rol moeten jullie ook 1 juli 2017 gecertificeerd zijn. En daar hebben jullie toe besloten, daar ben je mee aan de slag. Waar sta je op dit punt? In je denken, in je voorbereiding? Nou, we zijn er heel hard mee bezig. We hebben drie werkgroepen ingezet of ingedeeld. Eén werkgroep is bezig met het kwaliteitshandboek. Het tweede is bezig met de werkprocessen. En het derde is bezig met de actorregistratie. En de laatste groep heeft nu inmiddels van iedereen alle wensen verzameld. En we moeten daar een beslissing over nemen of we al die wensen gaan honoreren. Er zijn heel veel mensen die willen zich voor 2 of 3 actorschappen inschrijven. Dat is nu allemaal leuk en aardig, maar het is de vraag of je over 4 jaar als organisatie nog steeds die actoren allemaal kan handhaven. De werkprocessen en het kwaliteitshandboek, die twee groepen die zijn nu met elkaar in discussie van wat hoort nou in het ene gedeelte, wat hoort in het ene gedeelte en wat hoort in het andere gedeelte. En tot welk niveau ga je die processen beschrijven. Oké. Gaan we straks dieper op in. Even proberen je context te begrijpen. Is de gemeente Den Haag een gemeente die erg voor certificering is? Riepen alle collega's om je heen, eindelijk de archeologen ook? Of ben je een eenling? Hoe is het breder? In welke context ben je bezig? Ik ben zelf in 2003 bij Den Haag gekomen. En toen was de invoering van de KNA een enorme discussie. En dat heeft tot veel heibel geleid. Inmiddels zijn alle archeologen ervan overtuigd dat we met het systeem verder moeten. Omdat we eigenlijk nog geen keuze hebben. Maar de invoering ervan, hoe we dat precies gaan doen, dat is nog heel erg lastig. Oké, en je hebt ergens een directeur boven je en daar weer iemand boven je? Corien Bakker is stadsarcheoloog.
Zij voert de gehele afdeling aan. En de directie van onze dienst stadsbeheer waar we onder vallen. Ja, ik geloof niet dat zij echt in de gaten hebben waar wij mee bezig zijn. Oké. Ja. En als ze het wel zouden weten, dan... Nou, ze weten dat het essentieel is, omdat we anders niet meer mogen opgraven. Dus in die zin, wordt in ieder jaarwerkplan dat we ieder jaar schrijven, wordt wel weer aangekaart. En ze zeggen dat het is belangrijk, maar ja, nee, okay. Daar houdt het mee op. Het is niet een Haagse context waarin iedereen al gecertificeerd is, zijn en jullie nu als laatste als het ware, zelf voor jullie werkterrein. Nee, we waren vroeger ISO gecertificeerd, 9001, tot voor een jaar of twee, drie terug en toen is men daarmee gestopt. Dus we hebben wel een beetje ervaring in dit soort dingen, maar het is niet meer actueel. Okay. Mag ik een vraag stellen trouwens? Als het gaat om te begrijpen zijn context, want straks gaan we dus dieper erop in. Dan hou ik er even bij. Ja? Althea. Ja, nou, ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt hier, want ik ben geen archeoloog. En... ik ben adviseur op het gebied van bodem en ondergrond. Maar ik hou me al wel sinds 2000 ongeveer bezig met kwaliteitszorg. Ook onze interne kwaliteitszorg. En dat heeft dan te maken met de BRL 1000, 2000, 6000 en 7000. Waar wij ook allemaal voor gecertificeerd zijn. Wij hebben in totaal 10 archeologen rondlopen. En nou goed... er moet nu gecertificeerd gaan worden. Dus ik met mijn kennis over kwaliteitsborging ben daar intern bijgetrokken om dat proces te begeleiden. En wij verwachten ook het eerste adviesbureau te zijn wat daadwerkelijk straks gecertificeerd is. Want we hebben ondertussen al een contract gesloten met Obeon. En eerste audits hebben ook al plaatsgevonden. En wij hopen... Nou, ik hoop toch wel een beetje half november dat wij dat proces hebben afgerond. Dus ja, dat gaat ons best goed op dit moment. Dus jouw context, de context van Gijsbert, Antea is in die zin een andere. Binnen jullie organisatie is certificering al ook op andere terreinen. Ja, gemeengoed. Gemeengoed. Ja. In die trein, in die modus, ga je, stap je ook op deze trein, ook voor dit onderwerp. Ja. En wel bewust gekozen om vaart te maken. Ja, waarom? Want we hebben natuurlijk in eerste instantie wat nodige kanttekeningen ook gezet bij certificering. We hebben ook onder meer, een jaartje geleden denk ik ongeveer, nog een artikel in het vakblad Bodem geschreven daarover. Hoe wij aankijken tegen het hele proces ook wat gelopen is. Maar goed, het is nu helemaal nu een voldongen feit. En daarom hebben we ook zoiets van, als het toch moet, dan gaan we ook maar gewoon zo snel mogelijk dat doen. Zodat we ook... gewoon ermee klaar zijn en daarmee ook naar buiten kunnen. Trots mee naar buiten kunnen. Ja, ook wel trots mee naar buiten kunnen. Het eerste, Miguel. Ja, precies. Okay. Ja. We zijn vaak de laatste, maar deze keer zijn we de eerste. Oké, dus in die zin vanuit een ander startpunt in feite aan de slag gegaan. Ja. Even een heel globale aanduiding hoe jullie het aanpakken. Straks gaan we daar veel dieper nog op in. Ja, hoe pakken wij het aan? Nou, we zijn begonnen met het... eerst te inventariseren van wat zijn nou onze archeologen, wat zijn ze precies, hoe zien die actorenlijsten eruit. We hebben een contract gesloten met de certificerende instelling. En parallel daaraan zijn we begonnen met het vullen van ons kwaliteitsmanagement systeem. En het, ook het kijken welke projecten kunnen we nou gebruiken voor onze certificering. Want wij laten ons even voor de goede orde certificeren voor twee protocollen, 4003 en 4004. Nou, voor 4004 moet je een opgravingsproject hebben. Dus we hebben gekeken van welk opgravingsproject is dan geschikt. En dat hadden we gelukkig al snel beschikbaar. Vandaar dat wij snel konden overgaan tot, tot de eerste audits voor de certificering. Even dit goed om in laten werken. Je laat je certificering voor projecten. Daarmee niet voor de hele organisatie? Nee, 4003 en 4004. Dus dat zijn enerzijds die twee protocollen. Laten we dus niet voor die 4001 en 4002 laten ons niet certificeren. Het zijn bureau ons een programma van eisen. Ja, precies. Ja. Ja. Dat doen wij wel, maar dat is wettelijk gezien niet verplicht. Ja. Dus daarom hebben wij
ervoor gekozen om voor die twee protocollen nog niet te doen tot het moment, ja, als het ooit wel wettelijk verplicht wordt. Ja, goed, dan gaan we dat natuurlijk ook doen, maar vooralsnog beperken wij ons tot die wettelijk verplichte certificering. Ja, oké. Okay. De vraag gaat je straks de zaal stellen, waarom doe je zo flauw dat je alleen voor die wettelijk verplichte doet? Denk er vast even over. Dus, dat willen ze straks. Wij doen het, pakken het iets anders aan. Wij doen deze twee protocollen en we doen PVE. Dat komt omdat wij als gemeente alle programma's van eisen die onderzoeken in de gemeente Den Haag betreffen zelf schrijven. Dus ook als jullie als bedrijf in Den Haag een onderzoek gaan doen, wordt PVE alsnog door ons opgesteld. Onder certificaat dus dat? Ja. Ik ga even naar mijn linkerbuurman voor jullie. Wienke? Ja. Wat is Hobion? Dat ga ik nu niet allemaal vertellen, want dan ben ik de hele middag bezig. Ja. Wij zijn onder andere een certificerende instelling. Wij zijn al een behoorlijk aantal jaren bezig met de accreditatie in het hoger onderwijs. Daar zijn wij een van de spelers in. Om opleidingen één keer in de zes jaar te beoordelen. Er zitten onder andere archeologieopleidingen bij die wij ook beoordelen. Maar ook heel veel andere. Daarnaast zitten we sinds 1996 in de monumentenzorg. Waar we allerlei regelingen mee hebben helpen ontwikkelen. En ook regelingen uitvoeren. En het interessante van die regelingen is dat ze niet wettelijk verplicht zijn en allemaal op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld architecten in de monumentenzorg, die kiezen er zelf voor om zich te laten certificeren. Daar hebben we ook een bepaalde aanpak voor. En dat doen we voor heel veel spelers in die wereld van de monumentenzorg ook. Sinds 2 jaar zijn we redelijk betrokken bij de voorbereiding op de certificering in de archeologie. Want mijn collega Miranda Maring, die hiervoor zit, en ik zijn ook betrokken geweest bij een aantal van de werkgroepen en commissies die er geweest zijn. Hebben ook afgelopen vorige zomer, moet ik zeggen, een aantal pilotprojecten gedaan om te kijken of certificering op basis van deze norm überhaupt haalbaar was. En op welke punten het eventueel zou moeten veranderen. Nou, we hebben ons druk voorbereid op de aanwijzing. Die hebben wij ook al enige maanden hebben we die binnen. De aanwijzing door de minister. En wij zijn ons nu aan het voorbereiden op alles wat er komt kijken met contracten. En de hele rimram die erbij komt kijken. En uiteraard op de eerste certificeringstrajecten waarvan één bij Antea loopt. We krijgen veel aanvragen op het ogenblik. Dus we zijn ook druk bezig om dat allemaal voor te bereiden. Wij zijn ook bezig met de beoordeling van actoren in het kader van het register. Want daar zijn wij ook een van de partijen die dat werk ambiëren te doen en ook gaan doen. Ja. En we bereiden ons voor op de accreditatie door de Raad voor de Accreditatie. Daar moeten wij voor het einde van dit jaar een aanvraag voor indienen. En daar moeten we voor, als ik het goed zeg, juli 2017, moeten we dan geaccrediteerd zijn door de RVA. Daarmee schets je. 18 is dat. 18. Sorry, 18. Oké, okay. Ja. Okay, daarmee schets je dat het raakvlak met de archeologieopleidingen er al was, maar vervolgens ook de afgelopen jaren betrokken geweest bij het denkproces rond de invulling voor dit werkterrein archeologie. Misschien even om niet verdacht te worden dat ik Hobion op een troon plaats en op van anderen. Kijk even naar Esther. Hobion is de enige, denk ik, die op dit moment een aanwijzing. Nee, gisteren is ook Arcebu aangekomen. Oké, okay, dus om het praktisch voor dit iets te kunnen voorbereiden, hadden wij alleen de keuze, hopen we, om daarvoor te kunnen nemen. Ja. En de anderen zijn in voorbereiding, et cetera. Dus vandaar dat ik deze gesprekspartner nu vandaag naast mij heb staan. En u gaat voor uzelf een goede afweging maken welke gesprekspartner straks voor u de CI-partij wordt. Op die manier even weer geprobeerd neutraliteit en balans te brengen. Heel goed. Okay. Onafhankelijke voorzitter. Ja. Hoeveel CI-partijen komen er uiteindelijk? Zijn er 6, 7? In ieder geval, er zijn nu 5 in beeld. Dus als het goed is, heb je straks 4 of 5 om uit te kiezen. En wat is jullie reden om met Hobion te doen? Nou, ik net, wat net gezegd is, Hobion is tot nu toe de enige partij die het kan. En voor ons was het wel de belangrijkste reden dat Hobion ook al een... ook al aangaf wie de archeoloog zou zijn die als expert de audits gaat doen samen met de auditor van Hobion. Want wij vinden het wel belangrijk dat het in ieder geval iemand is die ook
echt onafhankelijk is, niet verbonden is aan een ander adviesbureau bijvoorbeeld. En daar moeten we gewoon een goed gevoel bij hebben. En het Hopium kon in ieder geval aangeven ook wie dat was. Dus dat was voor ons een belangrijk afdeling. Wie dat is? Nou, dat gaat niet te ver. Voor de borrel. Ja. Even check achterin. Als iemand hier een vraag stelt, wordt dat achter verstaan of moet ik dat even herhalen? Oké, prima. Hey, even, daarmee kennen jullie hen drieën nu een beetje. Ik ga zo met ze dieper in hun ervaring duiken en in hun aanpak en dergelijke. Maar tot dit punt, vragen naar hen? Nee? Oké. Gijsbert, jij deed het vanuit eerdere ervaring. Mm-hmm. Wat waren aan de voorkant de do's en don'ts en de, waarvan je wist, daar ga ik tegenaan lopen? Dat weet ik, dat ik ook bodem, et cetera, ook tegenaan gelopen ben. Dat zijn de hobbels daar. Daar had ik me mentaal op geprepareerd dat ik daar vooral op moest gaan letten. Hoe ben je het gestart met welke... Nou, ik denk dat het belangrijkste wel is dat je... Kijk, archeologen die zijn niet gewend aan een certificeringssysteem. Wel natuurlijk aan kwaliteitsmanagement. In de zin van, wij zijn natuurlijk ook al ISO gecertificeerd. Dus dat er wel bepaalde checks en balances in het proces zaten. Ja, daar waren we wel aan gewend. Maar dat zit natuurlijk meer op het niveau van... wordt een rapport gecontroleerd door een projectleider, het vier-ogen-principe, dat soort dingen. Maar nu ga je veel dieper en er moeten veel meer controlestappen plaatsvinden. Dus met name het aspect herleidbaarheid, zeg maar, is iets wat voor hun vaak, ja, je merkt wel, daar loopt wel tegenaan, dat is voor hun wel moeilijk, omdat... Het waarom daarvan, zeg maar, om dat goed te begrijpen. En dat is voor mij dus ook wel de uitdaging, om dat bij hun goed tussen de oren te krijgen waarom dat belangrijk ook is. En dat ervaring hebben we ook wel met andere BRL's. Dat zoeken naar de herleidbaarheid elke keer weer van, nou, in de hele keten. Dat is wel een heel belangrijk aspect waar je tegenaan loopt in de praktijk. Waar je bij professionals tegenaan loopt. Ja. Zo goed als dat bij bodem het geval was, ja. Je ook bij archeologie, ja, tegenaan loopt. Kijk, archeologen zijn toch, natuurlijk zijn vakmensen ook. En die, nou ja, die willen het ook graag op hun eigen manier doen. Dat kan ook. Maar je moet natuurlijk wel ook ervoor zorgen dat alle stappen die je doet uiteindelijk ook weer herleidbaar zijn. En ook weer, nou ja, is dat voor iedereen helder wat herleidbaarheid ook is? Herleidbaarheid. Ik wou het vragen, maar ik hoor nou iets over alle stappen die herleidbaar zijn. Ja. Ik begin het een beetje, maar misschien kunt u wat concreter zijn. Ja. Nou ja, het gaat erom dat je op het moment dat je bijvoorbeeld een opgraving hebt, dat je goed vastlegt wat je, op het moment dat je je vlak hebt gemaakt, je eerste vlak, dat je dat ook op een inmeet op een manier die uiteindelijk ook iemand anders, als hij die gegevens ziet, ook weer terug kan halen. Dus als je met GPS inmeet bijvoorbeeld, dat je ook ziet van, ja, hoe is dat gedaan? Is het ook controleerbaar? Is de GPS bijvoorbeeld ook een keer geëikt? Dat soort stappen, daar moet je dan aan denken. Of het goed vastleggen van vondsten met elke keer de juiste codering. Dat je continu de juiste codering gebruikt. Van de vondst, van het moment dus dat je vaststelt in het veld tot en met het vondstenkaartje en uiteindelijk vastlegging in Argis en dergelijke. Dat soort aspecten zijn daar denk ik voorbeelden van. En leidbaarheid, daarmee helder? Mm-hmm. Even een vraag en een verdieping. Ja. Misschien is het goed als ik jullie steeds vraag om even te vertellen wie je bent, want dan begrijp ik ook vanuit welke achtergrond. ABN. Okay. Het gaat mij om... de herleidbaarheid daar afgeleid. Dus, jullie doen goed aan dossiervorming om gecertificeerd te zijn. Ja. Dus je kunt vanuit je dossier precies naderhand checken. Ja. Nou, is er iemand die vindt dat dat niet goed gebeurd is? Ja. Is er of komt er een soort tuchtrechtcollege voor certificeren? Nou, dat hoop ik niet. Nee, dan kom je over het handhavingstraject natuurlijk ook. Ja. Als je dan kijkt van wat zijn de do's en don'ts van certificering... Toevallig was ik net bij een sessie over handhaving van de normale bodem-BRL'en. Ja, daar is de handhaving volledig doorgeschoten in mijn ogen. En als ik een advies mag geven aan de archeologie sector, doe dat in ieder geval niet. Want daarmee krijg je gewoon heel veel spanning uiteindelijk. Omdat uiteindelijk wat er bij bodem is gebeurd, dat...
protocollen en BRL, de BRL's en de protocollen, die, waar toch een bepaalde mate van vrijheid in zat, die volledig ingeperkt zijn en tot wet zijn verheven uiteindelijk, de handhavers dat gewoon heel zwart-wit interpreteren, waardoor alle vrijheid die je hebt als vakman, afwijken kan gewoon niet meer, alle vrijheid die je hebt is weggenomen, het is gewoon volledig geprotocoliseerd. En dat is iets waar we denk ik met archeologie niet naartoe moeten. Ja, dankjewel. Even nog op deze vraag door, maar dan ga ik even naar Wienke toe. In de zin van, ook vanuit jouw bredere ervaring, hoe in de wereld van certificering, en het zou zomaar kunnen zijn dat er ook misschien iemand van de Raad van Accreditatie bij is. Die heeft ook altijd uiteraard een invalshoek hierbij. Ik kijk onzeker rond of zij zich meldt. Ik ben extern beoordeler bij de Raad. Dus oké, zullen we het even afmaken? Hoe kijk jij aan tegen, bij een certificering tegen dit aspect? Ik zie toch dingen die niet systematisch op orde zijn. Hoe ga je daarmee om? Dat hangt er vanaf wat de aard van de tekortkoming is, om het zo maar even te zeggen. Maar het inmeten dus, wordt niet vastgelegd. Dat kan dus leiden tot het feit dat je een tekortkoming vaststelt. Als het bedrijf het daar niet mee eens is, dan zijn er allerlei mogelijkheden om je daartegen te verdedigen. Om te beginnen is er bij ons altijd horen wederhoor over het rapport. Dus als wij echt onjuiste zaken in ons rapport hebben opgenomen, dan is daar gewoon een weerwoord tegen en daar moeten wij ook uiteraard rekening mee houden. Er is klachtenregeling, er is de mogelijkheid dat de Raad voor Accreditatie op enig moment vaststelt dat wij ons werk niet goed gedaan hebben. Dus daar zijn allerlei hulpmiddelen voor om al te grote uitgeleiders op dat soort gebieden te voorkomen. En dan kijk ik even naar de externe oordeel van de Raad voor Accreditatie. Kijk, bankiers zeiden ook altijd dat ze geen toezicht nodig hadden, want dan hadden we erachter kwamen dat het over moest. Laat ik het zo zeggen, omdat wij een aanwijzing van de minister hebben, is de hele certificering onderhevig aan de Algemene Wet Bestuursrecht. En dat betekent dat er dus ook bezwaar en beroep mogelijk is. Bezwaar kan bij ons worden ingediend en daar moeten wij een ordentelijke procedure voor hebben. En als men het niet eens is met de uitslag van de bezwaarprocedure, kan men naar de rechter, naar de bestuursrechter. En die kan in tweede instantie dan opnieuw toetsen of wij in redelijkheid tot dit oordeel hebben kunnen komen. En dan kijk ik even naar de Raad van Accreditatie. Ja, beschouw je maar even namens, als... Namens, jullie houden oog op hoe de certificerende instellingen het doen. Ja, even los van dan hier dat je nu een publiekrechtelijke lijntje hebt met alle verplichtingen die volgen, is het basis gewoon dat er inderdaad klachtenregelingen zijn die de CI moet toepassen. Beroepsregelingen, dus als er besluiten genomen worden, dan is ook een beroepsmogelijke. En daarna, als dat helemaal doorlopen is en men is nog niet tevreden en men is dan bereid, dat is niet de certificaathouder, dat kan ook een ander belanghebbende zijn. Dan kan inderdaad de procedure naar de raad worden opgestart. Dus dan kan daar een klacht ingediend worden, kan daar een beroep worden aangegeven. Dus op zichzelf, dan denk ik dat ik dit punt even geneigd ben af te sluiten. Zijn er een aantal balansen ingebouwd die in eerste instantie gericht op verhouding tussen partijen, Raad van Accreditatie, relatie tot CI, CI en zijn vakmatigheid, borgen dat er met een deskundig oog en een neutraal oog naar gekeken wordt en er vervolgens ook een aantal checks en balances in de zin van klachtenregelingen. En daarmee beogen we, denk ik, datgene wat misschien de bankiers wel zeiden, maar niet deden, om nog wel iets van een balans te hebben dat op dit terrein goed zou moeten gaan. Maar dat gaat allemaal pas werken op het moment dat je systemen hebt en dergelijke. Dus in die zin wil ik nu eventjes die kant voor volgende congressen laten zijn. Gewoon even nog door op. Jij gaf een startpunt aan waarbij je zei, ik weet het, het kwetsbare van iedere professional is, in dit geval de archeoloog, die herleidbaarheid. Het nog een keer goed op papier, digitaal vastleggen, welke stappen je gezet hebt, wat je hebt vastgelegd, et cetera. Dat is het eerste wat mijn gesprekspunt is en waar ik zoek naar, hoe gaan we dat organiseren? Dat is in ieder geval een belangrijk. Zijn er meer van die punten waarvan je aan de voorkant wist vanuit je eerdere ervaring, met die, daar moet ik speciaal oog voor hebben. Dat is bij iedere groep die voor het eerst met zoiets werkt, zijn dat valkuilen. Terwijl je nadenkt, kan ik ook. Ja, misschien even de vraag, dan ga ik er even over nadenken. Ja. Heb jij op diezelfde manier voor jezelf gedacht van, waar ligt mijn uitdaging? Waar gaat mijn worsteling ontstaan? Hoe ga ik ze zover krijgen?
Nou ja, het is de twijfel die een beetje leeft, dat is wat Gijsbert ook wel een beetje zegt, is dat je met dit systeem wel je processen goed in beeld krijgt, maar dat dat niet wil zeggen dat je ook de kwaliteit daarmee borgt. En dat is, het is heel lastig om dat op een goede manier te verwerken, zeg maar. Heb je door de drie werkgroepen te maken, heb je in feite geprobeerd te stimuleren, de vraagsteller probeert een suggestieve vraag te stellen, dat mensen op die manier zelf, als het ware, daar ook over na gingen denken, in plaats van het door jou... Nee, we hebben het als volledige afdeling, we zijn met 17, 18 mensen, dus er zitten ook niet-archeologen bij, gewoon in januari, februari al een discussie gehad met z'n allen, van dit zit er aan te komen, hoe gaan we hiermee mee aan de gang. Dus ook niet-archeologen hebben hier ideeën over geuit. Dus het idee is wel dat we de afdelingsbreed moeten dragen, zeg maar. Dus dat er niet alleen de vakarcheologen hiermee aan de gang gaan, maar ook de mensen die niet direct in dat archeologische proces bezig zijn. Maar wel onderdeel van de certificering moeten zijn? Nee, want er zit bijvoorbeeld een DTP'er bij van historicus. Mensen die dus niet direct in het AMZ-verhaal bezig zijn. Natuurlijk dat er archeologen nu zijn die tot nu toe bepaalde zaken wel mochten en nu vanwege het actorschappen dingen niet meer mogen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel, dat zullen ze aan de ene kant uiteindelijk wel begrijpen, maar dat is ook wel weer een soort uitholling van het werk wat men doet. En natuurlijk een senior KNA-archeoloog die heel veel stappen nu heel erg, toch een actieve rol aan het heeft gekregen, terwijl dat eerder veel minder was. Die balans, zeg maar, en ook het daadwerkelijk het toepassen in de praktijk daarvan, dat de juiste actor op het juiste moment ook ingeschakeld wordt, dat is wel iets waar, daar zijn we op dit moment druk mee doende ook, om te laten zien van dat doen wij goed, maar als we dat eenmaal hebben laten zien, moet het ook goed blijven doen. En dat is wel een zorgpunt voor mij, van blijft dat ook wel zo, hou je dat ook goed vast? Ja. En daar moeten we met interne audits en dergelijke dan natuurlijk op gaan letten. Maar dat is wel, als je kijkt van waar liggen dan je uitdagingen of je zorgpunten, daar in ieder geval zeker. Ja. Herken je ook het punt van Everhard in de zin van toch, hoe organiseer je het zo dat je uiteindelijk het ook om kwaliteit blijft gaan en niet om vinklijstjes, et cetera? Ja, en dat is, vind ik, ook continu de strijd eigenlijk met de BRL in zijn algemeenheid. Je hebt kwaliteit en je hebt kwaliteitsborging. En soms slaat de balans door naar kwaliteitsborging, naar het zetten van vinkjes. Van je hebt dit gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan. Maar het vakmanschap zelf krijgt te weinig aandacht. En daardoor voelen mensen zich ook sneller ondergewaardeerd. Je hebt ook minder bewegingsruimte. Je voelt je minder gewaardeerd. En daardoor kan je ook in een soort negatieve spiraal, zal ik niet zeggen, maar toch wel een soort negatieve houding krijgen van ik ben toch een goede vakman, maar het wordt helemaal niet meer gewaardeerd, want ik heb misschien niet altijd overal het op de juiste manier vastgelegd. Weer. Ja. Hoe gaan jullie hiermee om? Wat zijn de don'ts waarvan je het gevoel hebt, daar moet ik in elk geval voor oppassen, want anders trap ik in die valkuil van vinklijstjes en dergelijke. Hoe zorg je dat over kwaliteit blijft gaan? Ja, daar zitten we middenin. Dat is gewoon een hele lastige discussie die we nu al hebben. Kijk, het hebben weinigen natuurlijk, maar ik zit in ons gebouw aan de ene kant en ons bevoegd gezag zit aan de andere kant. Dus als wij een onderzoek willen doen en er moet een plan van aanpak worden geschreven, is het mijn collega direct die dat namens het bevoegd gezag moet gaan goedkeuren. En dat leidt af en toe wel ook inhoudelijk tot botsingen, omdat je gewoon een andere kijk op de zaak hebt. Of dat je in het veld besluit dat, of tenminste van mening bent, dat een verkennend booronderzoek niet hoeft te worden omgezet naar een karterend booronderzoek. En dat je dat met bevoegd gezag kortsluit. En dat ze gewoon zeggen, nee, PVA staan 10 boringen. Dus daar moet je mee door. En dat, wat je al zegt, dat frustreert de mensen die dan in het veld staan. In behoorlijke mate. Ja. Ja, dus het is heel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Ja. Ga even naar Linken. Herken je, als jij... Ik herken dit verhaal helemaal. Ja? Wij zijn ook gecertificeerd. En tot 5 jaar geleden had ik het... Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd. Tot 5 jaar geleden had ik het idee, dat is onzin en daar worden we helemaal niet wijzer van.
En dat is systeemcertificering. En dat is door ons ingevuld, heel nadrukkelijk door te kijken naar, heb je datgene wat je in je werkwijze hebt, heb je dat dusdanig professioneel opgepakt en verbeter je daardoor zodanig in dat daardoor de kwaliteit van het werk ook omhoog gaat. Ik geef maar een voorbeeld uit iets wat waarschijnlijk bij archeologen ook aan de orde is. Wij moeten heel veel rapporten schrijven in het kader van bijvoorbeeld de accreditatie in het hoger onderwijs. Dat moeten archeologen ook heel veel rapporten schrijven. Wij hadden nogal eens kritiek van degene die die rapporten moeten beoordelen, ook extern, op de vraag of wij wel de goede kwaliteit leveren bij die rapporten. Nou, daar hebben we allerlei maatregelen voor genomen, variërend van scholing van medewerkers op dat gebied, tot het hebben van een tegenlezer die nog weer een keer onafhankelijk naar een dergelijke tekst kijkt en commentaar teruggeeft. Al dat soort maatregelen hebben we genomen om die kwaliteit van die rapporten te verbeteren. Nou, inmiddels is dat geen item meer in het overleg wat ik met de toezichthouder van dit soort trajecten moet uitvoeren. Die zegt gewoon, jullie rapporten zijn aan de maat en die zijn uitstekend. En dat is gekomen omdat we het systeem nadrukkelijk verbeterd hebben en daarop zijn gaan sturen door te kijken of we daar steeds verdere verbeterstappen maken. Stap. En dan is het dus niet alleen vinken, want het is niet alleen vinken, het is nadrukkelijk kijken naar je systeem en de werking daarvan en de vraag of dat ook goede resultaten oplevert. En die resultaten, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus uiteindelijk probeer je te investeren in maatregelen waarvan je zelf ook overtuigd was dat je daarmee je kwaliteit, je toegevoegde waarde, scherper en helderder kon maken. Ja, zeker. Je hebt klanten, eerste contacten, dat kunnen partijen zijn die helemaal nieuw zijn met certificering. Dat kunnen partijen zijn, zoals in dit geval Antea, die eerder al certificering hebben gedaan. De partijen die nooit eerder met certificering te maken hebben, voor het eerst. Ja. Wat zijn de dingen waarvan je in het, nou laten we zeggen, na het contractgesprek of na et cetera, wat zijn de dingen die je vooral meegeeft? En zie je van, denk hier aan, hier zit de valkuilen. Al voor het contractgesprek. Voor het contract, oké, prima. Ja. Nee, uiteraard spreken we met die bedrijven, spreken we door van hoe de hele certificering ingericht gaat worden en wat dat voor hen betekent. Hoe wij daar ook naar kijken. Maar het betekent dus ook dat wij het heel belangrijk vinden om met hen te zoeken naar de vraag van, hoe kan je nou zo goed mogelijk aansluiten bij jullie eigen situatie en jullie eigen cultuur en de situatie die jullie hebben, ervoor zorgen dat je onder andere aantoonbaar maakt wat aangetoond moet kunnen worden in het kader van deze vorm van certificering. Dat is een gesprek al voordat het contract wordt afgesloten. En dat doen we daarna, doen we dat nog dunnetjes over op het moment dat er bijvoorbeeld het eerste programma voor de eerste audit gemaakt gaat worden. Want dan gaat het over dit soort van vraagstukken. Hoe kunnen jullie nu het beste over het voetlicht brengen dat jullie de kwaliteit leveren die je moet leveren? Daardoor kunnen wij het ook beter beoordelen. In welke mate mag je in deze, ook als certificeringinstelling, een adviseur zijn van je klant? Niet. Oké, maar daar ligt een subtiele grens. Uiteraard. Okay. Ja. En die zal subtiel moeten worden bespeeld. Maar daar hebben we dus wel enige ervaring mee. Oké, okay. Ja. Waardoor de klant het gevoel heeft, ik word ook geholpen. Ik word in ieder geval niet. Ik denk dat er erbij. Ik moet voorzichtig zijn. Ik word niet afgestraft op punten waar ik eigenlijk die kwaliteit best kan leveren. Maar nog niet goed genoeg in de gaten had hoe ik dat moest aantonen. Dus het is een slag die gemaakt moet worden bij een deel van die bedrijven. We hebben vorig jaar een aantal van de pilots gedaan. Ik was onder de indruk van de kwaliteit die ik bij een paar archeologische bureaus of diensten heb aangetroffen. Maar vastlegging was vrijwel overal een probleem. Maar ze konden overal een verhaal houden wat gewoon heel eenduidig was en waarin ze heel goed konden aangeven op welke manier ze het doen en ook gewaarborgd hebben. Alleen de aantoonbaarheid daarvan was niet optimaal. Dus dat soort ervaringen die gebruiken we uiteraard in de gesprekken met die bedrijven. Ja. De zaal. Twee dingen. Kom vooral ook met je eigen suggesties. Ik zit ook op zo'n startpunt.
ik maak dit mee, hè, breng die in. En kom met je vragen, et cetera. Zodat we met elkaar in dat zoekproces waarin we allemaal nu in het begin zitten, inderdaad dat met elkaar dat gesprek voeren. Noem steeds even je naam en je organisatie. Martin Meffert, provincie Noord-Brabant, certificerend bedrijf. Hoe vaak trek je nou een certificaat in? Of de afgelopen 5 jaar, hoeveel certificaten heeft u ingetrokken van bedrijven? Ingetrokken? Ja, zodat, omdat u vaststelt dat het bedrijf functioneert niet. Waarschuwing wel. Maar we stoppen ermee. Het is gewoon, ja. Wij hebben, denk ik, in de monumentenzorg hebben we, want daar heb ik het dan onder andere over, hebben we 2 of 3 keer in de afgelopen jaren hebben we het certificaat ingetrokken. Mm-hmm. Omdat men bijvoorbeeld niet op een adequate manier met klachten omging en daardoor ook de kwaliteit niet bleek te kunnen leveren. Maar dat gaat nooit van het ene op het andere moment. Dus wat wij dan doen is in eerste instantie via een audit constateren, nagaan van hoe de zaak eigenlijk bij dat bedrijf in elkaar zit. Tekortkomingen signaleren en hen de gelegenheid geven om een redelijke termijn te nemen om die klachten ook daadwerkelijk, of die tekortkomingen daadwerkelijk te verbeteren. Op het moment dat dat vervolgens opnieuw leidt tot het vaststellen van vaak hier is de kwaliteit niet geborgd, dan leidt dat ertoe dat uiteindelijk het certificaat wordt ingetrokken. Vraag je dit vanuit? Wij moeten ook gecertificeerd worden. Ik ben benieuwd hoe spannend dat is op een moment. Of zeg... Nou, ik vraag me dat af. Ik bedoel, erfgoed is natuurlijk niet wettelijk gecertificeerd. Maar zeker. Wel bij die wettelijk gecertificeerde zaken toch voorkomt dat het certificaat. Omdat je toch als certificerende instelling een deel van je markt verliest. Op het moment dat je een certificaat intrekt. Ja, dat is... laat ik het zo zeggen, ik vind dat nooit het motief daarvoor. Ik vind het belangrijker motief de vraag of die kwaliteit gegarandeerd is. En als de kwaliteit niet gegarandeerd is bij gecertificeerde bedrijven, is dat een doorslaggevende reden om daar de certificering in te trekken. En dat vind ik belangrijker dan de vraag of we daarmee 1 klant kwijtraken. Bovendien werkt dat ook niet zo, want een deel van de andere bedrijven ziet dat ook. En die hebben zoiets van, hey, terecht dat hier het certificaat wordt ingetrokken. Want we hadden al langer het idee dat dit bedrijf eigenlijk geen kwaliteit leverde. Dus het is niet per definitie zo dat het intrekken van een bedrijf, van een certificaat, je problemen in je markt oplevert. Nee, maar daarom de kwantiteitsvraag van mij, van hoe vaak komt het nou voor, ja, dat u als bedrijf zo'n certificaat, en dat is 2 keer voorgekomen, dus de afgelopen 5 jaar. Ja. Dus niet veel. Op de hoeveel bedrijven ongeveer die u al klant heeft? Ik heb het nu even over restauratiearchitecten, om even daartoe te beperken. Daar zitten er iets van 25 die in de cyclus zitten. En die dus 1 keer in de 3 jaar in beginsel opnieuw gecertificeerd moeten worden. En in de tussenliggende periode ook controletoetsen krijgen. En voor die groep geldt mijn uitspraak, dus dat er 2 of 3... Oké, niet voor uw hele portefeuille, maar alleen voor die beroepsgroep. Nee, want in de accreditatie het hoger onderwijs is dat weer een heel ander verhaal. Okay. Daar hebben we meermalen negatieve oordelen over opleidingen, hebben we daar uitgesproken. Maar daar leidt het tot de mogelijkheid van herstel. En dan moet men behoorlijk herstellen. En dan wordt men 1 of 2 jaar later wordt men opnieuw beoordeeld. En dan moet een instelling het wel heel bond maken om in de tussentijd niet voldoende maatregelen genomen te hebben om die kwaliteit te verbeteren. Wie staat op zo'nzelfde punt als waar Gijsbert en Everhard staan van, ik ben bezig, mijn eerste stapjes, daarna komt jouw vraag. En hier ben ik mee bezig. Wie zit er in ook zo'n situatie? Iets herkenbaar in het verhaal? Ja, ik werk bij EcoSolutions, wij zijn ook een bodemtak hebben erbij. Dus dat is inderdaad meelift op de bodemwereld. En dat heeft wel zijn voordelen om met iemand op tafel te zitten die het besluit kent en precies weet hoe het wacht. Ja, dezelfde soort insteek die Gijsbert heeft. Ja. Anderen? Ja, gemeente Gouden, maar dat is meer, ik hoef mij niet zo nodig te certificeren voor wat wij in de gemeente Gouden doen. Dus ik zit veel meer met de vraag, moet ik mij dan wel in gaan schrijven? Wat zouden dan de voordelen en nadelen daarvan zijn? Ja. Dus dat is net een iets andere situatie. Ja. Eigenlijk achteraan dan. Ja. Voor jou geldt dat ook, de inschrijving in beroepsregister?
Daarin is jullie situatie wel vergelijkbaar. Ja. Nou, het verschil is dat jullie hebben geen uitvoering, geloof ik. Nee. Oké. Okay. Nee. Dus wat zou dan de reden zijn om toch in te schrijven dat beroepsregister? Ja, ja. Evenhard, wat zou je hem adviseren? Nou, ik vind het voor mezelf al heel lastig, want ik ben nu van plan om als senior te handhaven, maar of ik er over 4 jaar nog hard kan maken. Want in mijn huidige werkzaamheden doe ik niet heel veel met archeologie, althans niet in de uitvoering. Ja. Dus, en dat geldt voor meerdere mensen die bij ons rondlopen. Het is nu nog makkelijk om in het overgangssysteem mee te liften, maar het is de vraag of je dat over 4 jaar kan voortzetten. Ja. Precies waar ik dus mee worstel, als dat kan wel nu in laten schrijven, want ik over 4 jaar dan toch niet dat kan waarmaken, heeft dat dan zin? Ja. Wordt niet echt duidelijk nog hoe je dat beoordeelt met z'n allen. Heb jij diezelfde dilemma? Nou ja, natuurlijk, wij hebben natuurlijk ook een lijst met actoren gemaakt en actorschappen. En ook daarvoor geldt dat we natuurlijk goed kijken van verwachten we die mensen dat werk daadwerkelijk wel gaan en blijven doen. En in voldoende uren per jaar. En nou ja, goed, we hebben 10 archeologen en we verwachten dat we, dat zijn dan uiteindelijk 17 of 18 actorschappen geworden. En onze verwachting is wel dat wij dat ook in stand blijven houden. Maar goed, wij zijn ook echt uitvoerend bezig. Dus ja, precies, dat is je vak. Ja. Dat is ons vak, ja. Ja, precies. Je stak niet gewoon met de vinger op die in... Ja, wij zijn vanuit de gemeente Breda ook bezig met de certificering. Ook zelf uitvoerende taak? Jawel, wel zelf uitvoerend. Dus wij zijn er ook mee bezig. We hebben ook meegedaan met de pilot. Dus wij weten een beetje wat ons te wachten staat. Maar het is inderdaad actorregistratie, die hebben we nou op een rijtje staan. En verder kijken in ons handboek van ja, waar moeten we het aanpassen. Een soort borgingsformulieren maken, aanpassen. Dat soort dingen, dat zouden we hier allemaal op een rijtje gaan zetten. Ja. Het is een beetje hetzelfde als wat ik ja. Okay. Ja. En jij stak een aantal keer je vinger op. Ja, dat was eigenlijk even in aansluiting op net het verhaal over certificering. Mijn naam is Erik Hoven, ik werk bij SGS Intron Certificatie. Dus wij zijn ook actief op dat vlak. Ik heb vanochtend dit mooie boekje van de balie geplukt. Dat is een heel mooi klein boekje. Waar wel een lettertype in staat waar ik als man van middelbare leeftijd toch wel een bril voor nodig heb, moet ik eerlijk zeggen. Als ik het zo even een beetje bekijk, en volgens mij ga ik even de vraag aan Gijsbert inluiden. Dan is voor een bedrijf dat met protocol 4003 en 4004 toch wel te maken krijgt met de helft van de stof ongeveer in dit boekje minimaal. Ja, dat zou heel goed kunnen. In aansluiting daarop wil ik eigenlijk vragen van hoe ervaar jij de diepgang van de audit? Die tot nu toe hebben plaatsgevonden. Nou, komt het hele boekje aan de orde? We hebben 1 audit nu gehad op een opgraving buiten van een halve dag tot nu toe. Dus ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen. Ik vond die audit in ieder geval wel heel erg plezierig en prettig. In de zin dat het, vond ik, voor dat moment in ieder geval voldoende diepgang had. En er moet nog een opvolging natuurlijk komen hoe dat verder is gelopen met de... Nou ja, uiteindelijk met het verdere verloop van het project, zeg maar, hoe dat uiteindelijk ook in het rapport terechtkomt, dat wordt nog getoetst. En ook daarbij, nou goed, dan worden natuurlijk andere aspecten getoetst. Ik vond tot nu toe die halve dag in ieder geval, was voor mij betreft wel oké. Ja, de hoofdlijnen worden geraakt, zeg maar. Ja. Ja, en ook wel, ook dat vakmanschap kwam toch ook echt wel aan de orde, vond ik. En, dat vond ik ook wel voordeel, denk ik, dat is misschien ook wel wat anders dan dat we normaal gewend zijn bij onze bodem-BRL's. Dat in dit geval natuurlijk ook echt een expert, hè, echt een archeoloog meegaat het veld in. Dus er wordt ook wel een gesprek gevoerd van archeologen onderling. Dus het gaat niet alleen over die kwaliteitsborging, zeg maar, die ik net noemde. Niet alleen over het afvinken van lijst, maar het gaat ook wel echt wel over inhoud. En dat is ook wel... Ja, ik vind met andere audits gaat het, ja, zie je toch snel dat het te veel focust op het afvinken van lijstjes. En tot dat gevoel heb ik dus nu niet. Is dat verplicht dat de certificerende instelling een archeoloog inzet? Ja. Dat staat in dat kleine lettertje ergens. Oké, ja, is verplicht. Ja. Maar dat zie je dus als een meerwaarde? Voor, dat zie ik wel als een bodem. Dat zie ik nu wel, ja, dat zie ik wel als een meerwaarde. Ja. 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 Is dat in de bodemwereld, stel ik mezelf de vraag, dan niet voorgeschreven? Of, nee, dat is niet voorgeschreven. Stond, is niet voorgeschreven. Stond in de eerste versie van de BRL ook niet voorgeschoven door de archeologen. Maar wij als archeologen hebben daar toen op gestaan dat dat inderdaad zou gebeuren door vakgenoten. Ja, ja. En dat is toen veranderd. Okay.
een manier om ook kwaliteit precies. termen te blijven denken. Dus ik ben heel blij dat Antea dat als positief ervaart bij ons. Ja. Vragen? Anders ga ik mijn vragen stellen. Wie bent u? Kees Meijer, CCD. Valt me op dat bij de certificering, dat wordt sterk benaderd vanuit de organisatie. Wij hebben geïnventariseerd en we gaan nu kijken wat. De gedachtegang bij de certificering is primair de persoonsgebonden kant geweest. Iemand kan als persoon bijvoorbeeld beschikken over en willen behouden meer actorschappen dan de organisatie. Wordt die vrijheid aan mensen ook geboden? Even los van de consequenties die dat heeft voor onderhoud, want ik kan me nog voorstellen dat de organisatie zegt, ja, wij dragen bij aan onderhoud van die dingen die voor ons nodig zijn, dan wil iemand anders meer, dan moet hij dat zelf doen. Maar met het oog op je eigen ontwikkeling en toekomstperspectief kan ik me best een verschil voorstellen. En daarom is ook gekozen voor de persoonsregistratie. Zij geloof ik certificering, maar ik bedoel nadrukkelijke registratie. Actorregistratie. Ja. Gijsbert? Nou, bij ons is dat nog niet aan de orde geweest. Dus iedereen wordt zeg maar nu maximaal opgenomen in de actorregistratie. En ik verwacht ook wel dat vanuit ons bedrijf dat ook wel ondersteund zal blijven. Dus op dit moment is dat geen issue. Waar we wel tegenaan zijn gelopen, dat is natuurlijk iets wat nog een beetje hangende is volgens mij. Dat is hoe je het nou om moet gaan bij die actenregistratie met het stapelen van de ervaringseisen, van de uren. Daar hebben we nog steeds volgens mij geen goed antwoord op. Dus dat is iets wat bij het SKB ook ligt bij mijn weten. En dat is wel iets, want wel, op een gegeven moment als het niet gestapeld mag worden, moet je geloof ik 12 jaar ervaring hebben om senior KNA-archeoloog te mogen zijn. Dus dat lijkt mij niet de bedoeling. Maar misschien zeggen de mensen uit het veld, ja, dat is juist wel de bedoeling. Dus dat vind ik vraag moeilijk te antwoorden is. Maar in ieder geval het is wel iets wat onduidelijk is en waar wel een helder antwoord op moet komen. CCVD is afgesproken dat in december aan de orde komt of er op dat punt een wijzigingsblad moet komen. Oké, dat is niet duidelijk. Dat is daarmee je precies erkend, ja. Bij ons is die discussie er wel. We hebben net voorafgaand aan dit gesprek er even over gehad, over die dubbele actoren. Bij Gijsbert zijn het vooral de archeoloog en prospectors waar het om gaat. En bij mij gaat het vooral om mensen die naast archeoloog ook als specialist zich willen laten registreren. En dan wordt het denk ik wat lastiger om dat na 4 jaar voort te kunnen zetten. Dus het is voor mijzelf even een vraagteken hoe we daar mee om moeten gaan. We hebben daar nog geen beslissing over genomen. Hey, een paar stappen verder gaan jullie met interne audits te maken krijgen. Certificeerde instelling kijkt ook naar de eigen interne audits die hebben plaatsgevonden. Hebben jullie al een beeld hoe je dat op het terrein van archeologie gaat doen? Nou, ik heb het net al een beetje aangegeven, denk ik. De minimale auditverplichting is niet zo heel erg omvangrijk. Je hoeft niet intern niet zo heel veel audits te doen. Maar wij gaan wel meer doen. Zeker het eerste jaar dan dat verplicht is. Juist om ervoor te zorgen dat de mensen ook echt in dat, ja, dat het inslijt, zeg maar. Dat ze echt in dat systeem van die kwaliteitsborging komen. Dus dat is wel hoe wij er op dit moment in staan. En ook daar zoeken wij de combinatie van met onze interne auditoren, zeg maar. De koppeling van een archeoloog. Ja. En van iemand zoals ik als niet-archeoloog. Ja. Even wat? We zijn hier over aan het nadenken. Wat wij zoeken is een andere gemeentelijke afdeling archeologie, zeg maar. Ja. Waarmee ja. we daar een soort uitwisseling ja. kunnen ja. maken. Leuk. Leuk. De bodemwereld, de provincies onderling hebben een dergelijk auditsysteem, ook visitatiesysteem. Ook. En ik herken ook uit mijn eigen organisatie dat interne audits, dat die ook inderdaad door de specialisten zelf, of de specialisten onderling, een ongelooflijk stimulerend iets kan zijn. Het zijn vakgenoten,
Maar ook degene die in die lead auditor rol zit, ontwikkel je in feite mee daarbij. Dus ik, nooit te weinig uren instoepen. Nooit te weinig energie. Het kan een manier zijn om je systeem levend te houden, breder in de organisatie. En als ik even mag aanvullen. Zeker. Hoe beter men dat doet binnen de organisatie, hoe transparanter dat ook voor ons is. Ja. Dus dat betekent ook dat je veel makkelijker de kwaliteit kunt aantonen naar de certificerende instelling toe. Ja. Het is 6:04. Als er op dit moment ronde 3 was, tips en aanbevelingen. Als er op dit moment geen vragen zijn, ga ik even naar mijn buurlieden kijken en vragen om nog een keer helder in de camera neer te zetten. Wat zijn nou de centrale tips en aanbevelingen? Tenzij er nog een vraag is. Ook geleidelijk wat weg, et cetera. Tips en aanbeveling. 2 tips. Voor het publiek. Het brede publiek. Het hele land gaat het morgen zien. Wil je maar eens eerst? Eva. Ik heb 1 tip en dat is onderschat het niet. Het is wel veel werk. Oké, helder. Dat is meer een waarschuwing. Nee. Bereid je goed voor, dus. Ja. Ja. Ja, nee, mijn tip is, ga het gewoon doen. En uiteindelijk, het is wel veel werk, maar het valt uiteindelijk ook wel weer mee. Tenminste, dat spreek ik even vanuit ons. Als je al gewend bent aan een kwaliteitsmanagement systeem, zoals een ISO-systeem, ja, dan is dit een extra iets. Maar je moet het ook weer niet te zwaar zien, want uiteindelijk, iedereen, alle archeologen, die waren ook al gewend om met de KNA te werken. Dus die werkdocumenten, die protocollen, ja, die liggen er al. En het is eigenlijk nou het wat eromheen gezet is. Nou, ga het gewoon doen. Ja, ik wil dat nog op aansluiten. Je maakt niet een nieuw systeem. De werkzaamheden die je wilt certificeren, die voer je eigenlijk al uit. Het enige gaat erom dat je het vastlegt. Precies. Wienke, welke tips geef jij altijd? Ik denk dat een van mijn belangrijkste tips is, blijf bij je eigen situatie en bij je eigen cultuur. En maak vooral niet een gigantisch systeem of zo, waarvan je vervolgens merkt dat je er geen draagvlak voor hebt intern en dus ook uiteindelijk niet zult kunnen aantonen dat je daadwerkelijk die kwaliteit levert die je wil leveren. Dus zorg wat dat betreft voor maatvoering zo goed mogelijk passend bij hetgeen wat je doet en aansluitend bij wat de voorgangers net zeiden. Vaak heb je al lang iets, alleen heet dat misschien niet een kwaliteitssysteem of zo. Maar heb je allerlei afspraken al gemaakt intern over kwaliteit. Dus breng die in kaart en bouw op basis daarvan je eigen systeem. 3 personen hebben in hun keuken laten kijken in de zoektocht waarmee zij bezig zijn, CQ, de ervaring die ze al hadden op een ander terrein, om die op dit terrein ook toe te passen. U heeft een aantal van uw vragen op ons gericht, zeker iets van uw ervaring ook verteld. We hebben zelfs die buitenkant al benaderd en stel dat het allemaal niet goed zou zitten en dergelijke. Hoe gaat het dan en dergelijke. Volgens mij moet ik deze mensen bedanken. Die gaat u ook bedanken met een applausje, stel ik voor. En wijs ik u al op dat deze, hoe heet zoiets, leaflet uit beneden ligt en die vertelt hoe ik een kwaliteitshandboek maak conform BRL 4000. Inhoudsopgave, toelichtingen, maar ook op bladzijde 3-4 de tips om het te doen. Neem hem mee, neem hem te harte. Ik wens u ieder succes in dit terrein en nog een plezierige afsluiting beneden. Straks. Dank. Ja.